Keurige rode pluche. Till death do us part heet de voorstelling in de dood centraal staat. Aan tafel de hele band Moke. En ik begin jullie meteen te plagen door te laten zien. Want dat is de vraag die ik onmiddellijk had toen ik hoorde dat jullie het theater ingingen. Niet dat er iets tegen een theater is, maar als het om vuige rock en roll gaat, denk ik, ja, er zijn er andere podia. Pinkpop 2009, dacht ik. Moke. Zoals het hoort, 60.000 man, hossende mensen, harde muziek. En dan denk ik, Moke in het theater. Phil, leg het uit. Ja, dat wilden we dus een jaartje niet. Dat was eigenlijk dat een beetje het uitgangspunt, als ik heel eerlijk ben. Want we sloten net eind vorig jaar een enorm beladen jaar af, waar we onze tweede album promoten. Van alles gedaan. Tweede keer Pinkpop, dit was 2008. In 2010 stonden we er weer, maar deze keer met dat hele metropoolorkest. Ja. Later dat jaar stonden we nog in de Heineken Music Hall met hetzelfde orkest. En ja, we zijn trots en tevreden op dat we dat kunnen. Maar past jullie muziek, Felix, past die in een keurig theater? Ja, ik vind, eerlijk gezegd, toen de vraag kwam van, eigenlijk van, ik heb gezegd van, jongens, naar de HMH dacht ik van, nou, nu even geen orkest meer, even geen last chance, hier komt de zomer in mijn kop, want voorlopig moet ik even mijn accu opladen voor een nieuwe plaat. En toen overleed eigenlijk mijn oom. En dat is eigenlijk de naam gegeven van onze band. Mijn oom Moke. Jouw oom heet Moke? Ja, die heet... Dat en daarom heten jullie Moke? Dat is zijn roepnaam, ja. Dus hij overleed een dag na mijn verjaardag. In Ierland? In Ierland, ja, ik woonde in Ierland. Hij overleed aan kanker. En ik was op dat moment in New York met mijn vriendin. En toen kreeg ik dat te horen. En ik dacht, nou, de begrafenis ga ik niet halen. Dus ik vond het echt heel erg. Dus ik heb die jongens allemaal een bericht gestuurd. Ik zeg van, nou, het is echt... jullie kennen hem niet, maar ik vind het eigenlijk wel heel erg. Maar ik moet dat toch delen, want ondertussen hebben die allemaal het idee van... ja, wie is die man, die Moke? We hebben zoveel over hem gehoord en blablabla. Dus iedereen vond het echt wel, shit. Hij heeft ons nooit zien spelen. Hij zou eens een keertje komen kijken, inderdaad. En het is er nooit van gekomen. Maar goed, ome Moke overlijdt. Dus iedereen was een soort klein vakantie. Maar er staat nog niet in theater, volgens mij. Nee, staan we niet in theater. Allemaal een klein vakantie, kwamen terug. Allemaal voor vakantie, zo was het dan. Dan komt dat natuurlijk heel snel te sprake. En je gaat dat, iedereen gaat daarover filosoferen. Want de dood is voor iedereen iets anders. Mm. En daar komt het gesprek heel snel boven water. En ook tegelijkertijd het idee, oké, wat gaan we dan doen? Daar zo en zo recht van jou. Maar jullie hebben bedacht met z'n allen om een programma te maken rond de dood. Rond de dood, ja. Dat gewoon eigenlijk weinig vrolijk stemmen, Rob kan maar erbij, wel omdat dat bleef gewoon een beetje drijven. En dan, toen hadden we het over muziek die we leuk vinden. En wat dat eigenlijk ook betekent. En dus toen Rob, waarom doen we dan niet iets rond de dood? En ik dacht van, ja, dat doe je niet zo heel snel. Een nieuw album, ook album in de clubs over de dood. Dus jullie gaan liedjes van anderen spelen, Rob? Ja, veel nummers van anderen die gaan over de dood en alles wat daarmee te maken heeft. Dus niet alleen maar letterlijk dat we over de dood praten, maar de liefde, verdriet en verlies. Alles wat erbij. En er is natuurlijk ontzettend veel muziek geschreven over dat onderwerp. Dus we hebben een paar nummers die jullie gaan spelen, leuk. Maar dan in de Moke-uitvoering neem ik aan. Maar nu dan door de originele artiesten op een rij gezet. The trucks don't work, they just make you worse. But I know I'll see your face again. Show must go on. Show must go on. Ja, enzovoort. Nog veel meer. Maar toch even wil ik snel laten zien voordat jullie gaan spelen. The Walking Dead is een serie van Fox TV. Dat gaat over zombies, geloof ik. Hè? Ja, ik ja, zie klopt. Het nooit, maar het is ook mijn genre helemaal niet. Neem niet weg dat daar ontzettend veel naar gekeken wordt. Zij maken nu promotie voor een nieuwe serie in Nederland. En verdomd, ze gebruiken jullie muziek. Ja. The Death. Hè? Ja, dat is puur toeval eigenlijk. Van Jacques Brel, hè, of niet? Ja, My Death, dat is oorspronkelijk van Jacques Brel. En wij kennen het eerlijk gezegd uit de versie van Scott Walker. Ja, even een klein stukje van die promo. Passing
Oké, we hebben hier het podium klaarstaan voor jullie. Een nummer van een ander, een heel bekend nummer. Ik heb het in de repetitie uiteraard gehoord. Van? Joan Osborne. Hoe heet het? Het heet One of Us. En we hebben het behoorlijk vermookt, zoals eigenlijk alles wat je straks in theater gaat. Vermookt. Vermookt, dat is een werkwoord. Ter nagedachtenis van oom Moke. Ja, hij verdient het. Hij rust in vrede. Jongens, ga naar het podium. Misschien kan ik ondertussen zeggen wanneer Moke te zien is en wanneer de tournee begint. De theatertour van Moke, Till Death Do Us Part, begint op 23 september in, of all places, Rijswijk. Jullie beginnen in Rijswijk, jongens. Rustig aan, hè. Rustig beginnen. Ja. Wat is er, Jan? Ja, nee. Dan word je weer levend en vrolijk in Rijswijk. Zo is het ook. Moke! If God had a face, what would it look like and would you want to see? If seeing meant that you would have to believe in things like heaven and in Jesus and the saints and all the prophets, and yeah, God is great, yeah, God is good, yeah, 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 yeah. What if God was one of us? Just this love like one of us, just a stranger on the bus trying to make his way. Carice.